Ha Charles, vraag je. In onze zaak komen altijd enorm veel vaste gasten die heel graag een praatje komen maken. Dat vind ik ook erg leuk om te doen, maar daar is meestal geen tijd voor. Dilemma dus. Want ga ik lekker een praatje met ze maken, dan moeten anderen wachten. Maar als ik lekker doorwerk, voelt het alsof ik gasten teleur moet stellen die gezellig even willen praten. Help, wat moet ik doen? Vriendelijke groet, Jonathan. Nou Jonathan, het is nooit te druk om aandacht te geven. Contactmomenten starten altijd met oogcontact en kunnen eindigen met het lichten van je eigen doopzeel. Zorg dus altijd bij iedere gast voor een kort, klein contactmoment. Laat merken dat je ze gezien hebt. Ik kom zo bij u. Hier is alvast de kaart. Ik kom zo uw bestelling opnemen. En bij een vaste gast, alles goed, is vaak al voldoende. Toch gaat het in de horeca om verbinden. En wil je dan echt even aandacht geven aan iedereen? Pak dan een kratje bier, plaats het in het midden van de zaak, ga erop staan en zeg, dames en heren, niemand te vergeten vandaag, alvast een hartelijk welkom. We gaan er een mooie avond van maken samen. Het kan zijn dat ik wat haastig overkom, maar het is drukjes. Fijne avond nog. Dus Jonathan, acteerlessen.nl.